En nog één, hè? Beste lezer, ik wil haar bestelling annuleren. Ik doe beroep op koop op afstand. Reden? Ik ben niet eens hoe Shelly wordt gepest. Nu willen aantal toch meedoen op hun voorwaarden. Ik wil graag mijn geld terug. Zie mijn gegevens. Waarom ging het toch zo tekeer? Is wel niet normaal. Mensen cancelen, willen nu het magazine cancelen. Omdat wat ik allemaal zeg is niet goed. Mm. En ik ben daar zo klaar mee. Ja. Ik heb net met Frenny een gesprek gehad. Om de vragen. Mm. Van welke vragen vind je dan daadwerkelijk niet zo goed? Nou, ze vond er maar één niet goed. Voor de rest vond ze alles goed. Maar zij praat meer op, gaat zij gewoon na. Hmm, ik weet, maar iedereen lijkt wel daar. Daarom zei ik toch in de vergadering van als het de Merel was, of een Missie, of een Gerrit, dan had het er moeten staan. Dan, weet je wel, dan hadden we niet eens een discussie gehad. Dan moest het gelijk staan. En daar ben ik gek van, weet je wel, dat ze met z'n allen met 5, 6 man op jou af gaan reageren. Ik trek het gewoon niet. Nee, ik ook niet. Snap je wel? En daarom zei ik tegen jou, weet je, daarom heb ik het ook voor jou opgenomen, maar ook gewoon puur omdat de groep gewoon de laatste tijd niet te genieten is. Het is niet gezellig. Weet je wel, ik leg ook elke dag al wat 7:30, 8:00 leg ik hem in mijn nest. Want ik vind gewoon niks meer aan. Ja. Snap je wel? En daarom probeer ik gewoon te zeggen, laten we gewoon die tijd. Ik heb het al 3 keer gezegd. Laten we gewoon die tijd dat we genomen gewoon leuk en elkaar gewoon dingen gunnen. Weet je, want ze gunnen je niet. Weet je waarom ze niet gunnen? Omdat je, dat zei ik ook tegen Jordy, omdat je altijd met hele goede ideeën komt. Weet je, die magazine is ook een heel goed idee. En weet je, wat was er meer wat je had gedaan? Maar goed, dat maakt niet uit, weet je wel. En dat zei ik tegen jou en dat waardeer ik. En dan kan ik nog wat verleren met alles wat jij gewoon doet, Shell. Weet je wel, laat ze lekker. Laat ze lekker lullen. Maar jij weet gewoon beter. Ja, maar zelfs 2 mensen willen het kennen. Ja, maar ik snap het. Ik snap het ook. Ik snap dus het ook. Ik vind ook gewoon dat wat ik qua visie voor het magazine in mijn hoofd heb, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Want dadelijk gaan er nog meer mensen cancelen en dan kan de magazine helemaal niet meer doorgaan. Ik zou gewoon zo'n jaar wat lekker aan de bel trekken en die mailtjes doorlezen. Ja, dat is een optie. En weet je wat ik trouwens ook nog zo erg vind? Nu is er ook gezeik over die danslessen. Om het feit van, ik heb gevraagd voor 3 keer. Nou, dat is €75. Mm. Maar Dolores, mijn danslerares, die zegt, je kan er beter 4 nemen. Yeah. Dan weet je zeker dat het goed is en strak. Dus ik ben gisteren naar Jordy toe gegaan. Ik zeg, Jor, waarschijnlijk heb ik er toch 4 nodig. Hij gelijk aanpassen, zo op de computer, €100. Ja, dat is oké. Zie ik, na dat gevalletje met die t-shirts, zie ik Merel en Jordy samen een gesprekje aangaan. Ik weet niet, waarschijnlijk over de danslessen. Ja. Merel is daarmee begonnen, om mij even te steken. Ja. Dus Jordy komt naar me toe en zegt, Shell, heb ik eigenlijk een goedkeuring gegeven voor die danslessen? Ik zeg ja achter de computer. Ja, maar volgens mij heb ik geen goedkeuring gegeven. Ah. Ik zeg, jawel, komt hij net weer erop terug? Ja, Shell, ik vind het oké. Maar hij moest wel even een soort van goedkeuring bij Merel. Ah, wat is dit, jongens? Die zijn allemaal wappie. Is Merel en Jessie, zijn dat de koning van Utopia? Nee, ze zijn niks. Ze zijn net zoveel waard als iedereen hier. Nee, joh, echt niet. Maar mensen behandelen hun alsof ze koning en koningin zijn. En ik ben er één van die daarop tegen gaat. En ik accepteer het zeker niet. Nou, je hebt gelijk, schat. Je hebt heel groot gelijk. En weet je, als we lopen zeiken, dan moeten we niet lopen zeiken. Want hoeveel jassen heb jij in die tussentijd wel verkocht? Ik heb er nu, ik zit op de 120, 130. Dat bedoel ik. In een korte tijd, alleen de maand oktober. Dat bedoel ik. Dus dan kan die €75 wel elke keer, kan er heus wel vanaf. Ja, nee, er moest alleen nog €25 bij. Dus het gaat nu om €25. Het is toch ook jouw dromengeld waar we het over hebben? Het is niet eens mijn dromengeld. Nee, maar het is natuurlijk, ik bedoel. Nee, want het is het geld wat aan de danslessen worden gegeven is in de begroting. Oh, zo. Van het evenement hebben ze dat uitgerekend dat dat kan. Mm-hmm. En het is aan Jordy om daar een goedkeuring over te geven en niet aan Merel. Nee, natuurlijk niet. Maar Merel helpt Jordy alleen, maar het is Jordy's een evenement. Ja. Ja, sorry, maar ik vind het echt hilarisch. Ik kan er eigenlijk best wel om lachen. Gewoon. Tuurlijk kan je hoe zielig mensen hier kunnen zijn. Echt waar. Ik heb het precies hetzelfde. Waarom denk je dat ik me nu steeds wat meer terugtrek?
Weet je wel, en elke keer als ik een ruzie is, ik ga maar ook helemaal niet meer inmengen, want ik ben er een beetje zat. Nou ja, wat vanochtend weer bij de vergadering werd gezegd in Alex, dan ga je lekker je mond weer open trekken. Weet je, want je weet dat ik niet iemand ben die gaat mijn mond open. Als ik mijn mond open trek, dan komt er wel heel goed dingen uit. Ja, dat zag ik ook. En ik ben ook, ik vond het ook heel lief. Ja. Want jij ziet dus ook wat ik zie en ik ben dus niet de enige die alles hier ziet en ziet gebeuren. Daarom zei ik ook, weet je wel, van ja, met andere woorden, van wat zeiden ze nou ook weer toen met die ene keer over die dat je wou het al hebben. Dat mensen het zeiden of vinden jullie het erg als mijn foto erop opgingen. Niemand zei wat. Alleen Liske en Jessie. Ja. Toen ik inderdaad het Utopia magazine presenteerde. Ja. Hallo Jens, kom maar. Toen was alleen maar Hiske en Jessie die er wat over zeiden. Ja. Iedereen hield zijn mond. Mm-hmm, ja. En nu is het opeens een ding. Ja. En dan mag ik niet meer op de cover. Moeten de interviews aangepast worden? Nou, ik heb tegen Jordi gezegd van, weet je wel, als die meid gewoon lekker op de cover zou, moet ze lekker op de cover zijn. Ten eerste is het haar idee. Ten tweede, ben jij een utopiaan begrip? Want je zit hier al 15 maanden. Wat maakt het nou uit? Het maakt niet uit. Maar weet je wat? Weet je wat ik ook ga doen? Wat misschien nog het beste is, want ik vind Katie een schat hoor. Maar ik had eigenlijk voor Katie had ik iets anders. Want er zit namelijk een bonus in. Een poster wil erin. En ik wou daar iets mee doen met. Maar ik wil niet alles verklappen, want dan is de magazine niet meer interessant. En hun maken het mij zo moeilijk. Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, Shell. Maar ik denk juist om de mensen er juist wel bij te betrekken. Ook al is het eventjes één voor één. Dan hebben ze het wel, krijgen ze wel een idee hoe jouw magazine eruit moet zien. Ja, maar die bonus, die wou ook gewoon een soort van als een verrassing voor de kijker. Allemaal. Oh, voor de kijker, ja. Weet je, dat hun niet weten wat de bonus is. Ja, maar dat bedoelen, dan had je eventueel de Utopia één voor één er vrij toe kunnen gaan. Maar dan weten ze het alsnog, want dan bespreek ik het. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar of je kan het wel even laten zien, toch? Ik kan het zeker laten zien, dat wel. Je had het even kunnen laten zien. En dan, weet je, dan voelen ze misschien de mensen zich wat meer betrokken. Meer